ben leuk dat je kijkt in deze video. Deze video gaan we lekker verder met Minecraft Skyblock. Oké, Minecraft Skyblock, voor de mensen die niet weten wat voor serie dit is. In Minecraft Skyblock span je op een klein eilandje en kun je lekker dat eilandje gaan uitbreiden op de manier die jij wil. Nou, zoals jullie zien heb ik het een beetje op mijn eigen manier gedaan. Overal lekker random dingen geplaatst en ik ben er eigenlijk best wel tevreden over. En voor de rest gaan we gewoon lekker beginnen met deze episode. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Als eerst moet ik natuurlijk even het ijs breken. Klinkt echt heel erg, ik moet even het ijs breken. Nee, ik moet even het ijs breken, want als ik dat niet doe, dan kan de boel niet meer verder gaan. Niet meer verder stromen. Maar deze episode gaan we even verder. Ik had een reactie gekregen bij de vorige video, of eigenlijk bij de vorige video. Want ik neem sommige dingen achter elkaar op. Nee, niet echt achter elkaar, maar dan is deze, de vorige is bijvoorbeeld nog niet geüpload op dit moment. Maar deze neem ik dan toch al op. En allemaal heel erg ingewikkeld. Maar met andere woorden, was in elk geval bij een aflevering een reactie van iemand die zei: mobs spam niet op slaps. Maar hoe kan het dan dat de vorige episode daar aan het eind allemaal mobs waren als niet op slaps spawnen? Beetje raar, maar ja, het zal allemaal wel. Ik kom er vanzelf achter. Zodra ik merk dat er hier helemaal geen mobs meer spannen, dan ga ik ervan uit dat het niet kan. Maar ja, er moeten wel mobs op slaps spannen, want waar spannen ze anders? Beetje apart. Maar ja, deze episode gaan we dus lekker verder waren gebleven. En heel veel mensen zeggen tegen mij van: ja joh, er zijn meerdere eilandjes. Ja, maar waar, weet je? Moet je dan gewoon vanaf dat eilandje verder bouwen? Misschien moeten we gewoon vanaf hier verder bouwen. Dat kan maar zo, dus dat kunnen we in principe wel gaan doen. Dus laten we dat maar gewoon doen, weet je? Dat is eigenlijk het enige wat ik op dit moment kan bedenken. Laten we maar gewoon verder gaan bouwen vanaf dat eilandje. Want zeg maar daar aan het einde was het normaal een zandeilandje, die dan zeg maar nu wel weg is. Maar die daar wel in het begin was. Dus misschien als we vanaf daar, zeg maar van het uiteinde van deze slabs, misschien als we dan verder gaan bouwen. Misschien komen we dan wel bij een nieuw eilandje uit. Alleen je zou zeggen dat je dat dan vanzelf al ziet, toch hier? Ik bedoel, kijk dan, ik heb het op far staan. Je zou zeggen dat je het wel zou moeten zien, toch? Eigenlijk wel. Ik zou wel zeggen dat het zou moeten eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Oké, sorry mensen. Er ging even wat mis met de opname. Maar het is weer gefixt. Ik moest even weer verder gaan. Maar oké, waar waren we? Oh ja, we waren hiermee bezig. Als eerst wil ik even iets uit de wereld helpen. Dat is het volgende. Er zijn geen meer eilandjes. Waarom niet? Nou, ik zal jullie gelijk even uitleggen. Wat het dus is, ik heb namelijk een tutorial gezien van iemand. Of niet echt een tutorial, maar eigenlijk een soort van map research. Dat was deze map die ik heb gedownload. Die speelde iemand op YouTube. Maar wat deed die man? Die ging in game mode fucking hoog hierboven vliegen en alles verkennen. En er was niks anders te vinden dan dat eilandje van het zand. En dit eilandje. Met andere woorden, dit is het enige eilandje wat er is. En dat. En meer is er niet. En dan kunnen jullie wel zeggen van: ja, maar joh, er zijn meer eilandjes. Geloof me, oké? Ik heb deze map namelijk gekopieerd. Moeten jullie goed luisteren. Ik heb deze gekopieerd en heb een andere naam gegeven. En toen heb ik gevlogen. Toen heb ik gezegd, dat is niet in deze wereld, maar in een andere wereld heb ik gevlogen en alles even onderzocht. En er waren geen andere eilandjes. Met andere woorden, dit is het enige eilandje wat er is. We kunnen dit natuurlijk wel gaan uitbouwen met heel veel bomen en alle shit. Maar het is wel echt het enige eilandje wat er te vinden is. Met andere woorden, deze netherportal krijgen we nooit aan. Dat is een beetje kut, hè? Dus jullie moeten maar even in de comments achterlaten of jullie willen dat ik misschien iron moet gaan spannen of zo, of iets in die trant. Want ik zou niet weten hoe we dit aan kunnen krijgen, weet je. En ik zou ook niet weten hoe we aan dieren kunnen komen. Dus jullie kunnen zeggen van, of jullie kunnen zeggen van: ja Job, span maar overal twee eieren van. En span flint en steel, zodat je naar de nether kan. En dat je dieren kunt fokken, dat kunnen jullie zeggen. Of jullie zeggen: nee Job, je moet het doen, maar je moet het gewoon 100% legit blijven spelen, zoals ik nu de hele tijd al doe. En je moet gewoon lekker doorgaan en je moet gewoon proberen te doen met wat je krijgt. Wil ik ook best doen, alleen dan is er niet meer te doen als pumpkins spannen of pumpkins maken, een bos maken, wat natuurlijk ook heel erg vet is. Maar één ding wil ik even uit de wereld helpen en dat is dat dat het enige eilandje was wat hier nog was. Voor de rest zijn er geen eilandjes, oké? Dat wil ik even heel erg duidelijk zeggen, want anders zijn er zo meteen weer mensen die zeggen: ja Job, je moet die kant op, en dan ben ik straks met honderden slaps naar die kant op aan het gaan en dat heeft gewoon geen zin. Maar dat wil ik dus even uit de wereld helpen. Nu jullie dat weten, kunnen we lekker verder gaan. Ik vind het heel erg jammer zelf. Ik zou, als ik de mapmaker was, had ik gezegd van: weet je, maak er gewoon nog een paar bij. Maar ja, dat is gewoon niet zo. En het is pittig jammer, moet ik eerlijk toegeven. Ik vind het zelfs pittig jammer. Want ja, ik bedoel, je hebt alleen maar pumpkins en je kunt er geen pie van maken. Dus ja, wat wil je met die pumpkins doen? Ja, je kunt natuurlijk wel heel veel pumpkin farms gaan maken. Je kunt wel de allergrootste pumpkin farm van de wereld gaan maken. Maar ja, of je daar nou heel erg blij van wordt, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, het is maar net wat jullie ervan denken. Als jullie nou denken van: Job, je moet overal twee eieren van spannen en je moet flint en steel spannen. Of je moet alleen twee eieren spannen. Of je moet alleen flint en steel spannen. Laat maar gewoon even in de comments achter. Of dat ik het 100% legit moet blijven spelen. Of dat er een bepaald item is dat ik moet gaan spannen. Laat dat allemaal even weten in de comments. En dan kan ik dat even overwegen. Ik ga gewoon kijken maar met wat de meeste comments worden gegeven. Als bijvoorbeeld de meeste comments zijn van: ja Job, je mag alleen twee eieren spannen van koeien, doe ik dat. En als de meeste comments zijn van: ja Job, je moet alles legit spelen, doe ik dat. Ligt helemaal aan jullie. Maar dat zie ik allemaal wel in de comments. Maar in elk geval. Dat was maar een hele kleine bonus. Wel weer jammer. Maar ja, we hebben toch wat hout erbij. Is niet verkeerd, dus ik ga dit maar even hier zo in doen. Dan hebben we tenminste wat hout. Dat is sowieso altijd wel heel erg handig. En dan gaan we maar even door met wat, cobblestone verzamelen. Ik zou nu eigenlijk niet weten wat we moeten gaan maken. We kunnen wel een hele grote farm gaan maken. Dat is een mogelijkheid. Maar ja, we hebben niet al te veel dirt. Uiteindelijk gaat ons dirt dus ook opraken. Met andere woorden, we kunnen niet een oneindige farm maken. Ook best wel jammer. Maar dat zien we vanzelf. Kijk, als jullie denken: ja, je mag van mij een stack dirt spannen of dat. Kijk, ik ga jullie niet ompraten, weet je. Het ligt helemaal aan jullie. Jullie zijn de kijkers. Ik maak de serie en ik doe wat jullie willen. Als jullie zeggen van: ja, Job, je moet het legit spelen en je moet gewoon spelen zoals de mapmaker het heeft gewild, dan doe ik dat gewoon en dan heb ik daar gewoon plezier in en dan ga ik verder niet zeuren.
Maar ik moet het wel van tevoren even weten. Niet dat jullie zo meteen aan het eind van de serie komen. Het was leuker geweest als je eieren had gespand. Ik moet dat het liefst weten in deze comments. Ik ga gewoon de comments checken en ik ga gewoon kijken. En like de comments van de anderen. Als jij iemand anders ziet commenten van... Ja, je moet het 100% legit blijven spelen. En je bent het daarmee eens, like de comment dan. Of ja, als jij iemand anders ziet schrijven van... Ja, je mag overal twee eieren verspannen. Like dat dan, als je dat wil natuurlijk, weet je. Dat is heel erg belangrijk voor mij. Dat ik in elk geval weet wat me te doen staat eigenlijk. Dat is gewoon super belangrijk. Dus, vandaar. Als eerst maak ik heel even snel een nieuwe pickaxe. Of we maken even iets anders vet. En dat is het volgende. En dat is een soort van farm. Maar daar hebben we natuurlijk dit voor nodig, hè, eigenlijk. Hier hebben we een sapling. Dat is wel awesome. Zo, die zetten we even hier. Hadden we nou nog een sapling? Ik geloof het wel, hè. Dit is eigenlijk wel heel erg zonde. Dit moeten we zo min mogelijk proberen te doen. Zoveel mogelijk moeten we proberen van cobblestone te doen, weet je. Anders is het zonde. De cobblestone kun je namelijk net zoveel krijgen als je wil. Maar alle andere dingen niet. Dus daar moeten we ook heel erg zuinig mee zijn. Dat moeten we wel even onthouden. Kijk, want stel voor jullie willen niet dat er iets gaat spannen. Moeten we dus overal heel erg zuinig aan mee gaan doen. Dus ook met dit. Kijk, de oneindige waterbron hebben we. Dus dat is een voordeel. We hebben dus ook wat van dit. Dus dat kunnen we ook nog even gaan neerzetten zo. En zonder dingen te spannen kunnen we ook hele vette dingen maken. Makkelijk zat. Ik bedoel, zo bedoel ik het eigenlijk ook niet. Maar het is gewoon even een vraag aan jullie. Een vraag aan jullie van mij. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Het is eigenlijk heel erg easy. Maar gewoon ja, ik wilde wel graag antwoord op hebben. Het zou nou vooral chill zijn. Pumpkin seeds, dat is het volgende. Hoe doen we dat? Ja, hoe doen we dat? Dat vraag je me eigenlijk wel wat, hè? Dan vraag je me wat. Denk zo. Denk dat je het zo moet doen. En dan moeten we eigenlijk iets... Ja, kijk, als we dan hier de pumpkin doen, dan komt die geloof ik hier. Ik denk dat een beetje het idee ervan is. Als we hem dan hier spannen komt, dan doe ik het gewoon zo, weet je. Dan span ik hierheen. En dan moet alleen dit even... hier moeten we dan een weggetje zien te maken. Maar dat doen we maar even met gobble. En het wordt nacht. En ik ga even de opties op hard zetten. Dan kunnen we er namelijk lekker veel mobs spannen. En ik ga heel even zelfmoord plegen. In verband met het honger hebben. Dat doe ik ook even. Dat moet gewoon even, want we hebben geen keus. Maar nog steeds vind ik het heel erg leuk om deze serie te doen. Ik heb er eigenlijk nog niet echt problemen mee gehad of iets. Dus ja... Maar ga gewoon lekker door. En zolang jullie het leuk vinden, blijf ik ermee doorgaan. We moeten alleen even een mobspannen gaan maken. We kunnen wel een mobspannen maken. Die is wel vet. Want we hebben cobblestone. Dat kunnen we omsmelten. In de furnace krijgen we ook bricks. Ja, we kunnen heel veel vette dingen maken met wat we hier hebben. Moet ik toegeven. Er zijn heel erg veel mogelijkheden. Maar het is maar net wat jullie leuk vinden, nogmaals. Dat ligt helemaal aan jullie, weet je. Het is waarom, hoe kom... Kijk, er is een bug in deze map. Hoe kom ik aan dit? Hoe kom ik hier aan? Dit had ik net nog niet, toch? Hier, dat zat er toch niet meer in? Laat even in de comments achter wat dat voor bug is. Want net had ik er geen cobblestone meer over. En nu heb ik opeens weer allemaal cobblestone. Laat even in de comments weten wat voor bug dat is. En dan kan ik hem misschien wel fixen. Dus laat even in de comments weten wat voor bug dat is. Zodat ik hem kan fixen. Hier beneden in de comments. Doe dat even. Dat is heel erg belangrijk. Oh shit. Ja. Ja. Kom maar. Kom maar. Maar dit is geen partij. Dit is easy. Zo van, kijk, ze spannen daar dus wel, hè. Jullie zagen het. Ze komen daar vandaan. Dus ze moeten daar wel spannen, eerlijk gezegd. Dus ik snap niet wat jullie bedoelen met van... Hey, spannen daar niet. Sorry dat ik het zo dom moet zeggen. Maar jullie snappen wel wat ik bedoel. Ik snap dat idee helemaal niet van jullie. Maar misschien is het wel waar. En dan, ja, kijk, als ik nou... Misschien is het waar. Maar ja, ik weet het niet. Ik geloof dat het niet waar is. Dus we gaan het even proberen. Door daar zo meteen gewoon maar even een... ja, kijk. Ik zag hem spannen. Ik zag het toch spannen, met andere woorden. Dat is gewoon... Jullie liegen tegen mij. Hier, twee zelfs. We gaan ze ook gelijk even killen. Ik weet niet wat we ermee kunnen, maar ja. Het is een creeper, weet je. Creepers, ja. Wat kun je met creepers op een skyblock? Vrij weinig. Maar ja, waarom niet killen, weet je. Ze droppen trouwens ook weinig. Dat is wel kut, hè. Dat is weinig droppen. En spin. Spinnen zijn wel erg belangrijk. Daar kunnen we vishengels van maken. De boom is ook weer gegroeid. Dus we kunnen sowieso een heel bos gaan creëren uiteindelijk. Dat is wel heel erg vet. Maar ja, ik heb het dus even uit de wereld geholpen. Dat eilandjes gedoe. Want anders hadden we daar misschien wel onze hele serie aan besteed. En dan was het helemaal verpest geweest. Weet je, dat hadden jullie ook niet leuk gevonden. Dat weet ik zeker. Maar nee, hebben we nog een sapling erbij. Dit is wel weer af. Dus laten we dat maar even gaan oogsten. Kijk, dit is in principe wel wat netjes. We gaan het wel even een beetje netjes maken. Zeg maar, dat het een beetje allemaal symmetrisch blijft. Of een beetje... Dat we niet heel easy af kunnen vallen, zeg maar. Om het even zo te zeggen. Dat wil ik wel allemaal. Kijk, dan is dit wel heel erg handig en mooi, zeg maar. Zeg maar op deze manier. Maken we alles een beetje goed, zeg maar. Dat er niet niks verkeerd kan gaan. Ik zie daar weer dingen lopen. Maar ja, we wachten maar even.
Zo. Ja, op deze manier dan maken we het wat mooier, zeg maar. Iets fatsoenlijker. Vind ik altijd wel fijn om het allemaal een beetje perfect te hebben. Ik kan het beter perfect hebben dan zeg maar heel erg lelijk. Kijk, dit vind ik wel mooi zo. Kunnen we dit even gaan pakken. En dan krijgen we misschien wel weer een nieuwe sapling. Dan kunnen we meerdere bomen maken of spannen, weet je. Dat is wel al zo, dat we uiteindelijk een nieuw bos hebben. Kunnen we natuurlijk uiteindelijk ook hele mooie flatten bouwen of zo. En allemaal huizen net zoals in Minecraft Place. Want dan hebben we uiteindelijk toch oneindig. Alleen ja, je kunt dus niet aan diamond komen zo. Dan moet je wel echt, maar je houdt het altijd bij de stone tools. Dat is wel weer het nadeel. Maar ja, jammer dan, weet je. Het is gewoon een beetje jammer. Maar ja, we kunnen er vrij weinig aan doen. Hey, Skelly, is dat nou een spider jockey? Oh nee, dat leek zo. Ik dacht even, what the fuck. Waar is mijn zwaard? Oh, die heb ik hier. Oké, okay, ja. Eerste sapling is alweer binnen. Hoeveel saplings hebben we al? Eentje. En daar is er ook al één, hè? Ja, daar hebben we twee saplings. Dat is awesome. Sowieso awesome. Die moet sowieso even killen. Maar die moet wel even... Die moet ik echt even killen. Voor bone meal. Dat is echt heel erg belangrijk. Bone meal is echt op dit moment... Ja, ja! Oh, twee bones. Awesome. Dan kunnen we gelijk even de bomen sneller laten groeien. Ik weet niet waarom we dat zouden doen, maar... Het kan nu. Oh, nog een sapling. We hebben lekker veel saplings. Gaat ook lekker snel. Hebben we nog wat dirt? Ja, dat hebben we ook. Daar, gaan we daar eerst maar even mee bezig. Dan met dirt en saplings. Dat is wel handig. Pak deze even mee. Dan gaan we eerst even een heel DMG bos creëren. Dat vind ik wel fijn. Zo. Huh, what the fuck? Staat hij daar niet goed of zo? Nou ja, we hebben wel weer een nieuwe boom erbij. Op deze manier gaat het natuurlijk wel lekker snel met het hout. Dat is wel een voordeel, denk ik. Sowieso. Misschien krijgen we nog wel wat meer saplings. Kijk, genoeg hout is sowieso heel erg belangrijk. Als we uiteindelijk heel erg veel hout hebben, kunnen we ook heel veel vette dingen bouwen. Kunnen we ook heel veel kool maken, zo. Maar dat kan nu ook niet. Kool hebben we nu ook niet, zeg maar. Kunnen we dan wel maken, zeg maar. Dat is wel awesome. En we krijgen lekker veel hout van deze boom. Ik ga geen bel maken, dat vind ik een beetje dom. Pas als we echt een heel bos hebben, wil ik dat wel gaan doen, natuurlijk. Hier, weer een sapling. Saplings gaat ook lekker snel, moet ik zeggen. Alleen we hebben natuurlijk niet al te veel dirt. En dat is wel weer wat minder. Dus dat moeten we even hiervan pakken. Maar dat maakt niet uit, weet je. Dirt hebben we ook niet echt nodig of zo. Niet zo heel veel. Alleen voor de bossen. En om dit een beetje uit te breiden. Maar voor de rest, ja, weet je. YOLO. Skelly? Oh, nee, geen Skelly. Een zombie. Nou ja, ook leuk. Dat is tenminste iets. Ik zie daar geloof ik wel een Skelly. Oh, het zijn er gelijk twee, joh. Dat had ik niet verwacht. Ik moet die nu wel allemaal killen. En er staat, oh, er staat een skeleton achter met golden armor. En deze heeft een schep. Niet verkeerd als we dat krijgen natuurlijk. Nee. Hij moet niet schieten, hij moet naar me toe komen. Oh, het zijn er twee. Oh, dat is echt skeer. Weet je, ik wacht wel even tot het weer dag is. Dan worden ze namelijk helemaal verbrand. Dat is wel een slim idee van me, denk ik. Sapling. Krijg ik nog een sapling? Nee. Jammer. Zou wel leuk geweest zijn als we nog een sapling bij kregen. Ja, ik heb veel te weinig leven daarvoor. Dus ik wacht maar even tot ik ze ga killen. Hier is ook weer een sapling. Dat gaat in principe niet verkeerd. Zo, kijk. 1, 2, 3, 4 hebben we er alweer. En deze moet nog helemaal afbrokkelen. Dus dat gaat in principe wel lekker. Hier hebben we ook een paar cactussen. Hier moet ik nog even eentje neerzetten. En dan gaan we aardig goed, denk ik. Hop, kijk. We hebben ook alweer, we hebben alweer 55 hout. Dat gaat ook heel erg goed. Het enige wat een beetje minder gaat op het moment is het eten. Kijk, dat hebben we dus niet. We hebben wel rotten fles. Dus als we dat even eten, kunnen we wel weer vechten. Zo. Maar nee, wat het volgende ook een beetje het nadeel is dat we... wat hebben we nog meer nodig? Ik zit even een beetje te twijfelen. Huh. Ik zit over... Oh ja, we hebben water nodig. Hè? Dat we, eerst even cobblestone. Dan kunnen we nu wel even verder gaan met het maken van pickaxes. Pickaxes. Of een pickaxe eigenlijk. Geen pickaxes. Dat hebben we niet nodig. We hebben er gewoon één pickaxe nodig nu. Zodat we die even kunnen gebruiken. Want we hebben natuurlijk even een pickaxe nodig. Zodat we die kunnen gaan gebruiken voor de shizzle hier. 1. 2. 3. Oh shit, dat ging een beetje verkeerd eerlijk gezegd. Ja, dat is jammer. Dat is nog eens vervelend als het verkeerd gaat. Want hoeveel hebben we er eigenlijk nodig? Want om zo'n farmtje te maken. Want we willen natuurlijk zo'n mini farmtje maken. Voor melons. Is geen stom idee. Of nee, geen melons. Hoe heten die dingen? Melons waren we kwijt toch? Oh kut. Come on. Oh, die skeletons zijn weggespand. Jammer. Dat had ons heel veel bomen kunnen opleveren. Oh shit, hoe kom jij daar dan? Oh, alsjeblieft, drop die schep. Dat zou echt awesome zijn. Hij heeft geen schep gedropt, jammer. We kunnen waarschijnlijk toch niks met de experience. Dus doodgaan is niet erg, weet je. Dat is wel weer een klein voordeel eigenlijk. Dit is wel heel erg vervelend trouwens. Wacht even, hier moet water zijn. Hier moet water in, zeg maar. Hier zo.
Maar eerst moeten al deze dingen dood. Ik gooi ze er maar gewoon even af, want ze geven ons toch nooit een schep. Dat is wel jammer. Dat zouden we namelijk wel goed kunnen gebruiken. Dus we doen maar even dit snel vol. We maken dit even snel vol. Zo. Kijk. Want, wat gebeurt als we dat volmaken? Hey, zie ik daar nou een skelly? Ja, dan loopt daar wel een skelly. Die pittig dichtbij komt. Dus ik pak even mijn zwaard. Heb ik nog een zwaard? Ik heb nog een zwaard. Zullen we hem killen? Ik ga hem gewoon killen, YOLO. Yes, ja! Nice. 2 bones. Super awesome. Bones kunnen we sowieso goed gebruiken namelijk. Ja, dit is... Oh, 2 gunpowder. Ook wel nice in principe. Dan kunnen we 10-10 maken. Ik weet niet waarom ze dat zouden willen. Oh, nou, eigenlijk niet. Gunpowder is eigenlijk best wel heel nutteloos. Maar ja, YOLO, neem het gewoon mee. Dit is wel weer nuttig eigenlijk. Ik ga er even snel wat van laten groeien, denk ik. Ja, maar eerst moeten we het een beetje uitbreiden. Want deze boom wil alleen groeien, geloof ik. Ja, die wil wel groeien. Dat is wel awesome. Deze? Ja, die wil ook groeien. Nou, vet. Dan hebben we weer 2 bomen erbij. Ik ga de episode hier afsluiten. De volgende keer gaan we weer lekker verder. Mensen, bedankt voor het kijken voor deze video. Leuk of een groen duimpje achter. Deel deze video met mijn vrienden. Zou ik hartstikke waarderen. Zie ik jullie nog een keer terug met meer Minecraft Skyblock. Later.